Er zijn leuke oefeningen die je kunt doen met balletjes op de grond. Dit kun je best vaak doen, omdat je eigenlijk niet aan het springen bent. Ook kun je er eigenlijk weinig fout mee doen, dus je hebt er niet altijd een springinstructeur bij nodig, wat voor een onervaren ruiter bij het echte springen wel heel erg belangrijk is. Als je je paard een beetje losgewerkt hebt, kun je in de dressuurrijen al een keer over de balkjes draven. Het makkelijkste is om dit inderdaad in draf te doen, dat je dan wat voorwaartse drang hebt en je paard of pony de eerste keer zo'n balkje spannend zal vinden en er misschien wat hoger overheen zal springen. Het nemen van zo'n balkje is dus niet het doel op zich. Het gaat er gewoon om dat je paard makkelijk en ontspannen recht en in het midden over zo'n balkje kunt laten draven. En dat lijkt een stuk makkelijker dan dat het is. Wat er bij velen fout gaat op een koer, is juist op de rechte lijnen. De eerste hindernis wordt niet goed recht aangereden, waardoor ze op de lijn gaan slingeren. Of het paard springt naar één kant toe, waardoor ze niet meer goed bij de tweede hindernis komen, enzovoort. Dus in draf, tijdens je dressuurwerk, kun je al heel makkelijk aan je springskills werken. In galop eigenlijk hetzelfde verhaal als in draf. Let er hierbij vast op dat je op tijd naar het hindernisje kijkt, je paard recht kunt stellen, en ondertussen rij je weer gewoon dressuurmatig verder, alsof er niks aan de hand is. Je ziet dat ik hier bij al deze balkjes staanders langs heb gezet. Dat is zeker voor een onervaren paard een stuk makkelijker. Het paard zal wat meer naar het midden gedwongen worden en er zal minder uitgenodigd worden om er een keer langs te schieten. Als je het rechte lijntje goed voor elkaar hebt, dan kun je gebroken lijntjes gaan rijden. Die zie je hier al liggen. Met een gebroken lijntje moet je er dus vooral op letten dat je de lijntjes echt gebroken rijdt. Dus dat je beide balkjes rechtuit neemt, in het midden rijdt. Vervolgens rechtdoor de wending uitrijdt en weer recht voor de volgende komt. Let hierbij op dat je goed naar de volgende hindernis kijkt. Eigenlijk alle dingen waar je in een parcours op zou moeten letten, kun je dus al trainen met balkjes op de grond. Ook iets wat je dan goed kunt trainen is wat je net zag. Je komt door de gebroken lijn rechts, waarop een linker wending volgt. Dus je landt in de verkeerde galop. In het parcours moet je dan dus of een changement maken, maar dat kan niet elk paard. Dus dan zal je terug naar draf moeten en weer vlug terug naar galop. Dat is ook iets waar je dus alvast kunt trainen, waar je vlugger in wordt en waar je profijt van hebt in het parcours. Deze balkjes op de grond moet je dus gewoon zien als onderdeel van je dressuurmatige training. Dit kun je dus vaak doen, want in principe is het geen springen. Het is gewoon een gewenning en oefening is het. Je paard wordt er handig van. Het is goed voor de coördinatie van de benen en leuk ter afwisseling. Er zijn op deze manier heel veel leuke oefeningen te bedenken. Pieter Kersten heeft in BIT 217 nog een heel aantal oefeningen opgeschreven als je wat meer balken hebt. Maar met 2 of 3 balken kun je al een heel eind komen om jezelf klaar te stomen voor het parcours.